De leiding van Kaloti Suriname Minthouse heeft de Surinaamse pers een kijkje gegeven in haar interne activiteiten. Dit gebeurde op vrijdag 16 december, waarbij de media werd geïnformeerd over de taken en werkzaamheden van de onderneming. De directie had gemeend hiertoe over te gaan nadat Kaloti Suriname Minthouse de afgelopen periode incidenteel in het nieuws is geweest. Hierbij bleek dat er veel onwetendheid heerst over het bedrijf. Nou, het is eigenlijk om u inzicht te geven op wat Kaloti Suriname Minthouse is en wat wij doen. Toch, er is een misconceptie in de samenleving. Van Kaloti exporteert goud, Kaloti koopt goud. Kaloti Suriname koopt en verkoopt geen goud en exporteert niet. Het enige wat wij doen is de service verlenen aan de exporteurs door het goud te analyseren voordat het goud het land verlaat. Kaloti is sinds 2015 operatief in Suriname. Hoe verloopt het traject voor de onderneming? Goed. Het is niet wat wij... We hebben een capaciteit van 60 ton op jaarbasis. We kunnen 60 ton op jaarbasis produceren. Jammer genoeg maken we nog niet gebruik van alle faciliteiten, waardoor we nog niet op die hoeveelheid zitten. Waardoor het komt, ja, het wordt simpelweg niet aangeleverd. Het wordt niet aangeleverd. Momenteel bieden we alleen de service alleen aan de small scale miners. En is het wel het streven van Kaloti om meerdere leveranciers of meerdere klanten te accommoderen, te faciliteren? Absoluut, we zijn ready. We zijn ready om eigenlijk alle exporteurs die goud vanuit Suriname willen exporteren, te servicen, als mede de regio. Wij kunnen ook een service bieden aan de regio om hun goud te smelten en te analyseren. En alleen zo zullen we dan de capaciteit van 60 ton halen. Je sprak eerder over de kleinschalige goudzoekers en middenschalige exporteurs. Sorry. Maar als we kijken in de richting van de multinationals, de grotere bedrijven, grote maatschappijen. Hoe denkt Kaloti deze klanten binnen te halen? Nou, wij zijn ready om eigenlijk aan ieder nu dus die service te bieden. En ze mogen dus anytime komen. Ja, maar als we kijken, Kaloti is al 7 jaar actief in Suriname en deze grote bedrijven maken nog geen gebruik van de diensten, als ik het zo mag formuleren. Wat zal er extra nog moeten gebeuren om deze bedrijven ertoe te bewegen dat ze dus gebruik maken? Want je vraagt je ook af als burger van Suriname van Kaloti is er met een bepaald doel en als grote maatschappijen die dus ook gebruik kunnen maken van de professionaliteit van Kaloti, dat niet doen. Wat moet er dan nog gebeuren? Ik denk dat deze regulering vanuit de staat zou moeten komen. Dat er een goed gesprek zou moeten komen vanuit de staat samen met de multinationals. En eigenlijk aangeven de service die wij kunnen bieden. Zodat ook zij hun goud kunnen aanleveren voordat het wordt geëxporteerd. Om gesmolten en geanalyseerd te worden. Denkt u dat wanneer deze grote bedrijven ook gebruik maken van de diensten, dat Suriname ook meer inkomsten hieraan zal hebben? Zou kunnen, ja. Absoluut. Absoluut.